Jokhackers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van Ronald speelt Minecraft. En ja, dit is episode 22 volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker. Maar ja, je ziet wel, ik heb de deur en dat grote raam omgewisseld. Dat grote raam is nu 3x2 in plaats van 2x2. Dus ja, maar goed, vandaag gaan wij het dak afmaken en gaan wij beginnen met een soort kelderkast, zeg maar, die we daar gaan maken. Ik zit eraan te denken om hier zo mijn mooi keukentje te maken, dat weet ik nog niet. Maar ja, in ieder geval, of hier natuurlijk, ik weet het niet echt. Ja, ik wil hier ook wel iets van een flatscreen TV doen of zo. Ik weet het niet. Ik moet even kijken wat ik allemaal ga doen, maar of misschien hier wel. I don't know. Wat we gaan doen, is we gaan eerst even hierboven alles klaarmaken. Je ziet, ik heb er een dak in gemaakt. En nu kunnen we eindelijk straks het huis helemaal volledig in gaan richten met alles erop en eraan. Dus ja, even kijken. Ik maak dit dicht met dit en dit. Oké, okay, nou, dan kunnen we naar beneden toe. En dan hebben we... Oké, dat moet even goed. Ja, oké, dat is dicht. Nou, dat ziet er allemaal perfect uit. Dus nu kunnen we dit weg gaan halen. En nu kunnen we dit weg gaan halen. En nu moet ik even logs gaan halen. Heb ik sowieso nodig. Dus ja, even kijken. Logs, ja. Dus ja, ik moet nog even kijken precies waar ik alles ga bouwen. Mijn keuken, mijn tv, mijn alles, zeg maar. Even zien. Daar. En die. En dan heb ik dirt bij mij. Perfect, want ik wil niet dat hier mobs in spawnen. Zo, en dan doen we die nog even mooi netjes dicht. Nou, kijk eens even naar, jongens. Komt nog wel een mooi design hier met stairs en zo natuurlijk. Dus ja, even kijken. Zal ik hier... Ja, hier beneden komt toch een pilaar. Dus ja. Even kijken. Dus deze moet weg. Oké, en dan komt hier als eerste een dirt pillar. Kijk, zo. Die is voor de kelder. Want die gaat naar de kelder. Dus de opslag, zeg maar. Zo, en die, en die. En dan die... Die. Zo, het is wel leuk als dat hele pilaardesign zeg maar doorgaat naar bovenverdieping. Dus ja. Dit maak ik denk ik nog diep en dan gaan hier trappetjes naar boven. Ja, dat doe ik wel denk ik. Maar dan moet ik even kijken. Goed, nu moet ik eerst dit door gaan trekken hier. Nee, fout. Kijk, dat is dus die irritante nadeel van die sideway locks. Even kijken, zo, oké. Okay. Hier komt een deur. En hier komt een deur. En dan komt hier. Zeg maar. Iets naar de. Of naar. Ja, hier zo, denk ik. Of ja. Nee, hier komt. Er komen locks zo. En dan gaat hier zo'n hele grote trap diep naar de kelder. Dus ja, dan doen we dat. Dit is goed. Kijk, ik heb nog stairs hier voor de. Deurtjes. Dus ja. Zo. Die. Dat bedje moet even ergens anders naartoe. Die zetten we maar even hier neer tijdelijk. Ik denk wel dat ik hier mijn keuken ga maken. Dus ik moet nog even kijken precies hoe ik het allemaal ga aanpakken. Maar dat zien we straks wel. Wat we nu vooral gaan doen vandaag is vooral de basic kamers en alles. Dus ja, even kijken. Goed, is deur maken. 1, 2, 3. Oké. Zo, dat is even doorheen genoeg. Zo, heb ik alles... En dit, ik heb thuis nog wel meer locks, geloof me. 4. Dat is niet genoeg, even kijken. Zo, een moment, ik doe even mijn deur dicht, hè, jongens. Even zie ik. Deur dicht doen. Zo, die werd dan weer opgeblazen. Zo. Ik zit. Lekkere kraakstoel heb ik. Fantastisch gewoon. Headset weer op en let's do this. Oké, okay. Wel gaan we de deur even plaatsen. Even kijken, dit kan allemaal wel weg. En dan hup. 4 deuren, perfect. Zo, we zijn denk ik nog tot episode 30 bezig om het huis volledig in te richten. Oh ja, even kijken, daar kan ik wel leuke schilderijen op doen straks. Even kijken, zo. Kijk, zo oogt dit weer ruimer en dat is wel handig. Wel fijn. Nee. Dicht jij zo, oké. Okay. Nee, dat moet gewoon als... Wat ben je nou in godsnaam mee bezig, man?
Zoja. Oké, okay, nou, torch. Wacht, we kunnen ook gewoon torches hier om doen. Zo, dit is wel prima. Nou, even kijken. Dan is dit dus in principe de weg naar de kelder. Zo, die gaan we hier maken. Zo, een grote pilaar. En dan heb je hier trappen, zo, die lopen naar beneden. Nou, oh, stofzuiger, geweldig. Nu moet ik, denk ik, wat gaan verzinnen op mijn keukentje. Even kijken. Zo, hier komt denk ik gewoon woonkamergedeelte. Hier komt de keuken, dat vind ik gewoon fijn. Ja. Ja, dat kan niet anders. Zo. Nou, we hebben nog steeds een raam. Dat is wel handig. Goed, wat ik nu ga doen is, nu gaan we even resources daarvoor halen. Lol. Wat hebben we allemaal niet meer nodig? Dit niet. Al die iron niet. Wood niet. Grotendeels. Jawel. Food ook, want ik heb redelijk honger nu. Nou. Nu gaan we even spul halen voor de keuken. Ja. Want wel, ik wil gewoon die keuken daar hebben. Puur op het feit, dan heb ik tenminste iets boeiends gedaan in deze episode. We gaan het gewoon stukje voor stukje pakken. Dan gaan we denk ik in de volgende episode, weet ik veel, de slaapkamer doen of zo. Het zal. Even kijken. Stofzuiger ook. Even kijken. Oké, wel, wat hebben we hier? Furnace, dat hebben we nodig. Een cauldron hebben we nodig. Bloempot, niet echt. Chest voor het eten. Crafting bench. Ik heb hier nog allemaal glas, nog allemaal bedden in liggen, lol. Kerts. Hebben we geen bookshelves meer? Nee. Moet ik eerst letter gaan farmen? Dat is mijn shizzle. Daar word ik niet vrolijk van. Nou, dan moet ik maar iets van... ik heb by the way even een nieuwe armor gepakt, want wel mijn armor was kapot. Ik ga denk ik in de volgende episode iets van nieuwe armor, in ieder geval een chestplate. Gaan we denk ik allemaal boeken chatten of zo, I don't know. Even kijken, hebben wij... Oké, hoeveel letter heb ik? Laten we daar eens maar eens mee beginnen. Twee. Twee. Dat is lang niet genoeg. Wel, dan gaan, moeten we eerst maar gaan slapen. Dan moeten we koeien gaan farmen. Ha, jongens, het is gewoon... Ik ben ook gewoon totaal niet voorbereid. Ik wist ook helemaal niet dat ik de keuken ging doen. Het is gewoon... Ik doe altijd zulke random shit in mijn video's. You scared the shit out of me, Mr. Piggy. Maar ja, ik ga volgende episode wel even denk ik iets met enchantments doen of zo. Daarom maak ik ook nou de keuken, want die wil ik eigenlijk in de volgende episode doen. De slaapkamer hoeft toch niet en dit is wel noodzakelijk. En jij gaat dood, meneer, want ik ga jouw XP wel gebruiken. Jawel, zo. Ik heb 33 levels, dus ik ga mijn boeken enchanten. Dus ik moet nog allemaal kous gaan farmen en breathen en blablabla. Veel werk, veel werk. Had ik nog maar eens wat met looting gehad, dat zou echt handig zijn voor koeien. Kijk, ik heb gewoon nu nog steeds een probleem met koeien. Kijk, ik ben ook achtergekomen dat ik hier resources had. Dus ja, ik heb picks gefarmd. Ik heb wel wat kous gefarmd, maar ook weer niet echt gewoon major veel. Kom op, kunnen jullie al? Ja, jullie zijn alweer klaar. Het gaat toch snel met die beesten. Nou, oké. Okay. Hebben jullie al kindjes gemaakt? Oké, okay, want nu moeten jullie slachten. Helaas maar pindakaas. Niks. Drop. Ja, oké. Okay. Dit is één boek in ieder geval. Letter. Dus vier letter. Nou, dan mocht jij wel acht... Letter erop. Niks. Gewoon niks. Geweldig. Wel, die moeten maar gewoon even koeien gaan zoeken in het wild. Hierachter was een koe. Niet ergens of zo. Ja, hierachter was een koe bij de chicken farm. Koetje. Hallo. Ik kom jou hallo. En dan zul je. Oh, daar is één. In de vijver. Geweldig. Kip. En een koe. Sterf gewoon. Ja, oké. Okay. Hoeveel letter heb jij gedropt? Ook weer shizzle. Helemaal niks. Geweldig. Want, even kijken. Oh nee, ik moet niet in het water dat gaan doen. Even kijken. 1, 2, 3. Oh man, ik heb nog wel iets van 7, 6 letter nodig of zo. Mijn god. Ik ben gewoon een complete kudde met koeien gaan vinden. Want anders dan, nou. Even kijken. En anders dan doen we dat bookshelf denk ik gewoon in de volgende episode. Ah, kijk, hier zijn koeien. Ja, oh baby, je hebt lekker veel letter gedropt. Nou, als jij ook 3 dropt, dan hoef ik al je vriendjes daar niet dood te maken. Wat ik wel ga doen, uiteraard. Want ik heb enchantment tables nodig en alles. Of enchantment bookshelves en zo. Ook voor in huis natuurlijk. You are going swimming. Goed zo. Of nou ja, pech voor jou. Oké, 7 letter, nog niet genoeg. Even eten. En het boeit mij niet dat die koeien hier doodgaan, want ze respawnen toch weer. Dus ja. Echt super handig. Vroeger in beta en alpha deden ze het niet. Vroeger had je in alpha volgens mij niet koeien, weet ik veel. Nou, 8 letter. Drop letter, bitch. Ja, 10 letter. Perfect. Nou, hebben we nog een koeien hier ergens? Koeien. Oh, wat is dat dan? Oh, dat is niks. Oké. Okay. Koeien. Ja, meer koeien. Geweldig. Koeien.
Zo. Even kijken, zo. Ah, ja! Can't run for me. Even kijken, zo. Ik heb bijna genoeg voor 5 boeken. Dus ja, ik zou graag 2 boeken zelfs willen maken vandaag. Nog even wat meer letter vinden. Even kijken, dit is half extreme hills, half plains, half normaal, half weet ik veel wat voor biome. Even kijken. In de desert zijn geen koeien, hè? Nee. In de jungle dan? Nee. Ik denk, ja, ik ga gewoon even daar verder zoeken. Daar zijn ze ook gespawnd. Dus ja, even kijken. Als ik nu geen koeien vind, is het dan jammer. Jee, level 34. En ja, ik ga mijn diamond chestplate niet zomaar random enchanten, want het is veel te duur. Ik ga boeken enchanten en die doe ik op mijn diamond chestplate. Dus het kan misschien super lang duren of dat ik eenmaal een diamond chestplate draag. Maar ja, dat is me te kostbaar. Kijk, op een diamond pickaxe is het wat anders dan een diamond sword ook. Maar een diamond chestplate is te duur om dat zomaar voorbij te laten gaan. Dat moet ik echt daar ook mee doen. Doe ik ook met leggings, met de helm denk ik niet. Met de boots al helemaal niet. Dat is gewoon 4 diamonds, dat boeit niet. Maar sowieso de leggings en de chestplate, die zijn veel te kostbaar daarvoor. Even kijken. Nou, waar zijn de koeien ergens? Hier niet zo te zien, oké? Okay? Kijk, ja, ik zie ook helemaal geen koeien meer. Nou, dan moeten we het hier maar mee doen. GG, Nori. Terug naar huis. We gaan gewoon weer door. Zo. Even kijken. Misschien komen we dan nog wat koeien tegen. Dat zal niet verkeerd zijn. Oh mijn god. Hoe? Wat? Chop. Die zag ik vast niet aankomen. Oh mijn god, een cave system. Jodo swag. Kerel, stop met rennen. Goed zo. Cave hier, dat is handig. Creepers. Even een klein kijkje nemen of dit veel beloofd is. Ja, misschien wel. Nou, kom ik wel een keer terug. Levels. Kijk, want ik heb die boeken nodig op de chat namelijk, dus... Ja, misschien maak ik ook wel gewoon geen boeken. Of misschien maak ik ook wel helemaal geen bookshelf voor in de keuken. Daar wou ik altijd de kookrecipes neerzetten, maar dat doe ik dus nou even niet. Oké, ik ben weer terug bij dit pad hier zo. Oké, waar loop ik in godsnaam allemaal langs? Oh, ik ben weer omgekeerd! Scheid zo, ik heb wel, via de bomen dan maar. Veel. Oké. Parkour kids, living life on the edge. Parkour kids, now jump off that ledge. Even kijken. Yeah. Ik ben master of parkour. Ik ga binnenkort ook just jump. Of nee, just sprint doen, sorry. Ik ben echt gewoon een king in renparkour. Ja, sommige jumps zijn ook gewoon onmogelijk te halen. Wow, wat is dat voor chill ding daar in de verte? Dat is gewoon een vulkaan of zo. Zeg je dat? Dat was chill. Dan ga ik echt een keer heen. Dat was lijpbad, zeg je dat? Oh, dat is mijn huis. Veel, joh. Toen ik dat rivier zag, dacht ik... Oh, dat is mijn huis. Ja, kijk, mijn huis. Lol. Oké. Sugarcane nodig. Kan ik helemaal daarheen? Mijn god, wat een episode. Gewoon quest for the books. Zo noem ik dit. Quest for the book. Books. Oké. Wel, dan gaan we vandaag dus niet de keuken maken. Ik pleur de zooi er straks nog wel even in, maar... Ja, even kijken. Nou, we hebben sowieso een pressure plate nodig zo meteen. Dat moet het tafelblad voorstellen. Dit moet dat tafeltje voorstellen. Nou, nu moeten we maar eens sugarcane gaan pakken. Even kijken, ja, dat hebben we hier al. Wacht, ik heb hier nog papier. Niet veel, maar ik heb toch papier. 2 boekjes. Zo, hup. Maar ik kan wel voorraad met papier, huppakee. Zo. Eens kijken hoeveel boeken we kunnen maken. Ja, nou, dat is niet echt superveel, maar whatevs. Dit kunnen we allemaal enchanten, dat is wel handig. Even kijken. Zo. Huppakee, wel 14 boeken. Maar goed jongens, weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga het gewoon hierbij laten voor vandaag. In de volgende episode gaan wij boeken enchanten. Dus als dat verder niks valt, dan gaan wij verder met de keuken en verder in het huis. Dus ja, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. 20 likes voor de volgende episode. En dan spreek ik jullie later. Later mensen.